Spellenzone, leuk dat jullie er weer zijn. En dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar Vault Wars, uitgegeven door Floodgate Games. Het is een spel voor 3 tot 5 spelers waar je ongeveer een 3 kwartier tot een uurtje mee zoet bent. En in dit spel ga je bieden eigenlijk op de vaults van overleden avonturiers. Avonturiers verzamelen natuurlijk allemaal magische wapens, goud, juwelen en andere kostbaarheden. Maar als ze onfortuinlijk omkomen tijdens hun strijd met de rode draak, dan blijven al die kostbaarheden achter. Die worden in dit spel geveild en jij gaat proberen de beste storage vaults naar binnen te trekken en zo jezelf te omringen met waardevolle goederen en uiteindelijk de meeste overwinningspunten. Degene die dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar van Vault Wars. Dus laten we snel maar eens gaan kijken wat er in dit doosje zit. Het spel is gemaakt door John Gilmore en wij krijgen. De spelregels in het Engels zijn overzichtelijk weergegeven, duidelijke voorbeelden. En voor het geavanceerde spel heb je nog een keer de rode regels erbij. Dus ja, ook dat is duidelijk erin gezet. We krijgen een aantal fiches, het geld wat wij verzamelen. En dit zijn leningen die we af kunnen sluiten. We krijgen natuurlijk de diverse schatten en waardevolle goederen die zich in een vault kunnen bevinden. Verder krijgen wij een Master of Auction kaart, een Loan Shark. Dit zijn de verschillende vaults die we gaan veilen. En hier hebben wij nog wat karakters die bonus eigenschappen geven, bonuspunten aan het einde van het spel. Dat is wat we krijgen. We gaan maar eens een spelletje opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, even opgezet voor 4 spelers. Elke speler begint met 20 geld, 2 Aspiring Heroes. En dat zijn eenvoudige kaarten die je aan het einde van het spel bonuspunten kunnen opleveren. Deze meneer geeft je bijvoorbeeld 4 punten voor elk dragon item wat je hebt aan het einde van het spel. En zij geeft je 3 bonuspunten voor elke 2 gems die je hebt. En daarnaast krijgt iedere speler een x aantal volts, afhankelijk van de hoeveelheid spelers. In mijn 4 spelerspel krijgt iedere speler 4 volts. Uit die volts gaat iedere speler 1 volt kiezen die hij wil houden. En de overige kaarten geeft hij door aan zijn linker buurman. Daar krijgt hij dus vervolgens van deze speler ook weer 3 kaarten. Daar kiest hij er weer eentje van. En zo ga je verder tot iedereen uiteindelijk weer 4 kaarten voor zich heeft liggen. 4 volts. En dan ben je klaar om te gaan beginnen. Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk punten te scoren. Punten worden in dit spel afgebeeld als deze diamanten. En die probeer je dus te verzamelen. Plus aan het einde van het spel is elke 10 geld die je nog hebt ook nog een puntje waard. Ik denk dat we maar eens een ronde moeten gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes, gelijk aan de hoeveelheid volts die iedereen heeft gekregen. Dus in dit 4-spelerspel spelen we 4 rondes. En elke ronde bestaat uit 4 fases. De eerste fase is het voorbereiden van de volts. Alle spelers gaan een van de volts uit hun hand kiezen om deze ronde te spelen. En die leggen ze dan gesloten voor zich neer. Wat zien we nu eigenlijk op zo'n voltkaart? Als eerste zien we hier een getal in het schild zien. Hoe lager het getal in dit schild, hoe eerder jouw volt in de ronde geveild gaat worden. Dus als we bijvoorbeeld al mijn volts bekijken, dan wordt de 2 als eerste geveild, daarna de 5, daarna de 11 en daarna de 17. Vervolgens krijgen we informatie over de inhoud van de volt. In dit geval zit er in de volt 7 kaarten. Van die 7 kaarten moet degene die deze volt gespeeld heeft er 2 open op tafel leggen, die kan iedereen zien. En daarnaast mogen alle andere spelers nog 1 kaart van de 5 gesloten kaarten bekijken. En dan staat hier nog een speciale eigenschap. Als je deze wint, mag je deze ronde geen items verkopen. En zo hebben ze allemaal nog wat speciale eigenschapjes. Maar je gaat dus uit jouw 4 volts in de eerste ronde, in dit voorbeeld, ga je er 1 kiezen om te spelen. Nou, laten we zeggen dat ik de Dwarven Lockbox wil gaan spelen. Die leg ik gesloten voor me neer. Alle andere spelers doen hetzelfde. En zodra alle spelers een volt hebben gekozen, dan worden ze tegelijkertijd opengedraaid. En dan gaan we naar de tweede fase en dat is de auction fase. Beginnend met de volt met het laagste getal. Even kijken, 7, 14, 5 en 5.1.
betekent dus dat 5 degene die als eerste Master of Auction is, gaan we de vaults veilen. Degene die dus de veiling leidt, dus degene met de laagste vault, die gaat een aantal items trekken gelijk aan de waarde van het rode getal. In dit voorbeeld zijn dat er 4. De eigenaar van die vault mag kijken wat erin zit. In dit geval heb ik junk, dat is niks waard. Een ornate bow, 2 punten. En als ik hem verkoop is die ook nog wat geld waard. Ik heb een shield, ook punten. En die is geld waard. En ik heb een item, ook punten. En die heeft ook weer een verkoopmogelijkheid. Oké, dus er zitten 3 goede items in. En 1 keer junk. Junk is iets wat je veel terug zal zien. Dat is gewoon rommel. Die wil je eigenlijk liever niet verzamelen. Maar ja, dat zit soms ook in de vault. Oké, van deze 4 kaarten moet ik er volgens mijn vault 1 openleggen. Dus ik moet 1 kaart aan iedereen laten zien. Nou, wat zal ik ze laten zien? Er zit 1 Burnished Mirror in. Die leg ik open. Dan kijk ik naar het laatste getal. Dat is ook een 1. Dat betekent dat ik elke speler nog 1 van deze kaarten moet laten zien. Dus ik zeg tegen de zwarte speler in dit geval. Nou, pak een kaart, bekijk hem, stop hem terug. Ik schud de zooi weer. Googly Eyes, die pakt ook een kaart, die bekijkt hem. Oké, en die stop ik terug. Schudde Army Guy, pakt een kaart, bekijkt hem en die stopt hem ook weer terug. Dan heeft iedereen 1 kaart gezien uit de 3 gesloten. Iedereen weet deze kaart. En dan gaan we bieden. Als veilingmeester ga ik het openingsbod plaatsen. Dat is ook de enigste keer dat ik als eigenaar van de vault een bod mag plaatsen. Ik weet wat erin zit. In totaal zitten er 6 punten in. Dat is best wel lekker. Dus ik vind het ook niet erg om hem zelf te kopen. Dus ik zet er een leuk bod op van bijvoorbeeld 8 geld. Hatsenflats. Dat is het openingsbod. Dan ga ik met de klok mee naar de andere spelers. En die mogen een bod overtreffen of passen. Overtreffen ze het bod, dan moet je natuurlijk altijd minstens 1 hoger bieden. Dus ik heb 8 geboden. Zwart zegt bijvoorbeeld, nou, die heeft deze kaart gezien. En die heeft toevallig misschien de junk kaart gezien. Dus die heeft zoiets van, een beetje tricky. Misschien zit je wel te bluffen. Die zegt, ik pas. Googly Eyes heeft misschien die mooie boog gezien. Ook 2 punten waard. Die denkt, nou, dat is me wel waard. Die zegt, ik maak het bod 10. Omdat ik de veilingmeester ben, mag ik alleen een openingsbod doen. Daarna mag ik sowieso niet meer bieden. Dus ik kan mijn geld terugpakken. Ik ga deze auction sowieso niet winnen. Dan mag Army Guy een bod doen. Nou, die zegt bijvoorbeeld van, ja, ik heb ook een mooie kaart gezien. Ik maak er 11 van. Nou, ik doe niet meer mee. Komen we weer bij de zwarte speler. Nou, die kan nog steeds zeggen, ik pas. Of die mag zeggen, nou ja, het begint toch wel een beetje interessant te worden. Als jullie zoveel willen betalen, zit er misschien wel iets moois in. Nou, dan ga ik misschien zelfs wel naar 12 toe. Et cetera, et cetera. Als we hierna bijvoorbeeld paas zegt, nou, ik pas. Army Guy zegt, ik pas. Dan wint de zwarte speler deze auction. Het geld wat hij geboden heeft, betaalt hij aan de veilingmeester. Hij is de winnaar. Deze kist geeft specifiek aan dat je hem mag hebben als een dwarven item. Staat dat er niet op, dan gaat deze vault gewoon terug naar de doos. En daarnaast krijgt hij natuurlijk de hele inhoud. En die kaart stopt hij gewoon hier. Die mag hij gewoon bekijken en die stopt hij in zijn voorraad. En dat is hoe een veiling werkt. Mocht het zo zijn dat ik met mijn openingsbod iedereen afschrik. Dus zwart, Googly Eyes, Army Guy zeggen allemaal, joh, je biedt 8 voor die dingen, dat vind ik niet interessant. Dus zij passen allemaal. Dan win ik de auction zelf. Dan betaal ik mijn geld, mijn bod, aan de bank. En dan pak ik de kaarten natuurlijk gewoon zelf. Nou, dan gaan we kijken wie de volgende auction gaat openen. Nou, ik had 5. Dan komt natuurlijk daarna 5.1. In 5.1 zitten 6 kaarten. Nou, worden weer 6 kaarten gepakt. Er gaan 0 kaarten open. En de kaarten bekijken is even speciaal. En daar zit wat bijzonders aan. Nou, dan doe je gewoon wat er op de kaart staat. En et cetera, et cetera. En zo gaat deze tweede fase door tot alle 4 de vaults. Of in eigenlijk tot elke speler zijn vault heeft verhandeld. En dan gaan we naar de derde fase. De derde fase heet de Get Paid fase, oftewel je wilt betaald worden. Daarin mag je een aantal dingen doen. Als eerste mag je items die je kunt equippen, eventueel equippen. Bijvoorbeeld deze kaart, de Spyglass, geeft jou de mogelijkheid om hem te equippen. En dan krijg je een speciale eigenschap. Houd er rekening mee, als je een item equipt, krijg je er aan het einde van het spel geen geld voor. Je kunt hem ook niet meer
verkopen. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Maar soms zijn dat fijne eigenschappen waar je wat mee wil. Bijvoorbeeld deze, de Copper Alembic. Als je die hebt equipped, mag je tijdens het verkopen 2 junk verkopen voor 1 geld elk. En normaal gesproken is junk gewoon helemaal niks waard. Daarna mag elke speler een maximum van 4 kaarten verkopen. Als je kaarten verkoopt, krijg je gewoon de goudwaarde die hier links onderaan staat. En hier in deze fase mag je dus ook junk verkopen. Daar krijg je niks voor, maar dan ben je het wel kwijt. Want anders moet je er geld voor betalen, omdat je het weer zelf op moet slaan. En het laatste wat je kan doen, is je mag de Loan Shark bezoeken. De Loan Shark is deze meneer. Die geeft jou met alle plezier onmiddellijk 12 geld, maar daar krijg je ook een corruptietokentje bij. Op zich niet zo erg, maar aan het einde van het spel is 1 corruptietokentje 2 strafpunten. Echter, ga je meer van dat soort corruptietokens verzamelen. 2 corruptietokens maakt dat ze elk 3 strafpunten de stuk zijn. En als je er 3 verzamelt, jullie ruiken hem al, dan worden ze 4 strafpunten de stuk. Nou, erger dan dat worden ze niet. Als je hier nog meer leningen gaat nemen, blijven ze 4 strafpunten de stuk. Maar ja, dit is 16 strafpunten. Dat is bijna niet meer recht te breien. Maar je mag dus altijd geld lenen van de Loan Shark, mocht je dat nodig vinden. Overigens, je mag alleen maar van de Loan Shark lenen als je zelf minder dan 12 geld hebt. En dan gaan we naar de laatste fase, fase 4, het einde van de ronde. Aan het einde van de ronde moet elke speler 1 gouden munt betalen voor elk item dat hij heeft, met uitzondering van junk. Junk mag je per 3 kaarten zien als 1 kaart. Moeten natuurlijk wel allemaal junk kaarten zijn. En dan betaal je dus voor maar 3 kaarten 1 goud. Maar je moet er nog steeds voor betalen. Maar in mijn geval heb ik gewoon 7 kaarten. Dus dat kost mij keihard 7 geld. Daar heb ik nog 2 erbij. Dan krijg ik een 5 terug. Om dat allemaal te onderhouden. Nadat iedereen dit gedaan heeft, dus betaald voor de items die ze hebben liggen, mogen ze alsnog naar de Loan Shark gaan. Als ze daarbij dus onder de 12 geld zijn gekomen, zoals ik in dit voorbeeld ben gekomen. Kan ik zeggen van nou, ik neem een lening en dan krijg ik er weer 12 geld bij. Dan kan ik tenminste weer een beetje fatsoenlijk bieden deze ronde. En dan begint de volgende ronde. Alle spelers kiezen weer een vault die ze willen gaan verhandelen. En dan gaan we die weer 1 voor 1 verhandelen. En dan komen we weer bij het equipen, het verkopen van items, etcetera, etcetera. En zo spelen we door tot we in mijn voorbeeld 4 rondes hebben gespeeld. En dan gaan we gewoon tellen wie de meeste punten heeft. Je krijgt dus punten voor de diamanten op de kaarten die jij hebt verzameld. Je krijgt punten voor elke 10 geld die je aan het einde van het spel nog hebt. Je krijgt strafpunten als jij corruptiefiches hebt. En je hebt natuurlijk jouw 2 aspiring heroes die bonuspunten geven voor bepaalde items. Dat levert alle spelers een eindscore op. De speler met de meeste punten is de winnaar van Vault Wars. En zo wordt dit spel gespeeld. Vault Wars is een lekker simpel spelletje wat super interactief is en er ook nog eens een keer heel fraai uitziet. Wat ik leuk vind aan dit spel is dat je een beetje bezig bent met het managen van natuurlijk het geld wat je hebt. Proberen op het juiste moment in te stappen om de meest waardevolle vaults naar je toe te trekken. Tegelijkertijd een beetje te kijken hoe kan ik nog bonuspunten scoren aan het einde van het spel. En aan de andere kant kun je soms ook gewoon heerlijk gaan bluffen. Zeker als je jouw vault op tafel presenteert. Dan kun je natuurlijk doen alsof daar de wereld aan kostbaarheden in zit. Terwijl die voor 50 of misschien 70% zelf gevuld is met junk kaarten. Maar door de juiste kaarten open te leggen en een beetje geluk te hebben met welke kaarten mensen bekijken, of misschien mogen ze zelfs geen kaarten bekijken, zelf een lekker hoog bod erop zetten, kun je mensen af en toe verleiden om een vault te kopen die werkelijk waardeloos is, waardoor jij A een pak centen naar binnen krijgt en B zij een heleboel rommel in hun voorraad moeten opslaan. En dat is natuurlijk een heel grappig principe.
Het is leuk om te zien hoe al die verschillende vaults kleine veranderingen hebben met kleine abilities soms, waardoor ze steeds weer verschillend zijn. Je hebt genoeg items om gevarieerde keuzes te krijgen. Het is telkens weer anders en er zit heel veel rommel tussen, wat natuurlijk ook hartstikke leuk is. De verschillende eigenschappen die jouw bonuspunten geven, maar al deze elementen bij elkaar maken Vault Wars tot een heel grappig en heel interactief spelletje, waarbij iedereen op het scherpst van de snede probeert de juiste vaults naar binnen te trekken, elkaar te overbluffen, overbieden. En dat soort strubbelingen binnen het spel zijn erg leuk om te zien of zeker ook om aan deel te nemen. Iedereen probeert natuurlijk als beste uit de bus te komen en dat is onmogelijk. Er is maar één winnaar aan het einde van het spel. Een leuk snel spelletje waar ik bijzonder veel plezier mee heb. En dat heb ik daarom ook gewoon dik 3 sterren gegeven. Not Spellenzolder.